Wij zijn op familiefeest en dat gaat door een kinderrijk in Pilsen, dus een kinderspeeltuin. We hebben zo net een poll gepost als we, als Sam en ik ook in een speeltuin moeten, ja of nee. En na een kwartier is het 93% doen. En als je het ziet, en 7% te oud. Dus dat betekent, Sam, dat we erin moeten. Go for it. Woehoe. Ja, het is goed. Voorzichtig, hè. Oh nee, dat is super klein. Gaat dat wel? Ja, dat gaat. Oh, hier is het dan. Oh nee. Hier is het nog. Oh god. Kom aan, hè. En lukt dat? Yes. Beetje klein, hè? Oh. Samen van de schabab. Ja, oké, is goed. Of niet? Ja, is goed. Oké, let's go. Oh. Nu gaan we echt crazy doen, Zoe. Je mag alleen gaan, hè? Alleen? Ja, ja. Dat gaat niet samen. Go! Oh my, ik heb schrik, hè? Oh nee, hè? Oh. We hebben gevraagd dat Sam in het prinsessen-springkasteel moet gaan. En de score is 96% voor een ja. Oh. Dus, wij moeten in het prinsessenspringkasteel! You ready? Go! En er zitten allemaal meisjes in elkaar. Daar heb je niet meer! Zeg, is het vol met kleine meisjes? Goed gedaan! Dank je. We gaan nu terug naar boven. Dat is niet zo gemakkelijk zo, hè. En zeker dit niet, deze gaten. Hier moet je echt zo doorkruipen. Maar ik denk dat het eten er is, dus back en eten. En ik heb het trouwens heel warm nu. Wij zijn ondertussen terug thuis en we hebben gevraagd als we moeten gaan soldershoppen. En duidelijk moeten we gaan soldershoppen, dus let's go! We zijn terug van het stad en we hebben niet zoveel gekocht, nee, maar ik ga nu posten en vragen als jullie een haul willen zien en dan gaan we over een kwartier kijken, dan ga ik alles laten zien. We hebben een half uur geleden gevraagd of jullie een poll, een shopping poll. Of jullie een shopping haul wouden zien van wat we hebben gekocht. En het is 98% ja en 2% nee. Dus dat betekent shopping holidays. Ik zal beginnen, want ik heb het meeste gekocht. Duh. Eerst bij de Hunkemuller heb ik gekocht. Lingerie. Dit. Deze BH. Yeah, baby. Yeah, met deze string. En dan kakkie groen, die waren allemaal afgeprijsd. Dus
ziet er zo uit. Redelijk simpel. Met kijkgroene string. Toch niet hoor. Dan heb ik bij de Bershka jeansbroek gekocht. Redelijk simpel. Zo high-waisted van die zwarte die ik altijd aan heb. Allee, vaak aan heb. In het lichtblauw. Ik vind hem wel mooi. I like it. Ik ook. I like it, like it. Dan bij de Zara heb ik twee topjes gekocht. Zwart met kant. Ook weer eigenlijk gewoon heel simpel. Is er zo uit. En een zwart met witte streepjes. En kant. En een kantrandje. Tada! Een randje. Ah, en dan heb ik nooit gekocht. Ik wou zeggen dat was het. Maar dan heb ik nog bij de Sur een paar dingen gekocht. Ja, dit gaat moeilijk worden om te laten zien. Maar ik heb zo'n armbandje gekocht met Luck. En zo'n, hoe noem je dit? Luck. Wie is Luck? Welke Luck? Snel. Nonkel Luck. Ja, uw nonkel Luck, ja. En dan nog eentje met Stay Wild. Zo'n cuff bracelet ding. Oei oei, is dat in de knop? De cuff dingen ziet er zo uit. En dan heb ik ook nog twee kettingjes gekocht. Een chokertje met sterretjes en zilver. En een goud bolletjes kettingje. Maar ik zal dat zelfs te goed laten zien als ik het op de tafel heb gelegd. Dan kun je dat beter zien. Hè? Want zo is het niet gemakkelijk. Sam! Stay wild. Stay wild. Like? You like to stay wild? Sam, it's your turn now, baby. Yes. Ik heb twee t-shirts. Basic zwart. Simpel hè, maar altijd handig. Altijd goed hè. Altijd goed. En dan nog een witte. Witte met zo'n tijgerstrepen. Camo. Tijger. Camo streep op de man. Ik bedoel met legerprint strepen ja. Zo. That's it. Wat Sam heeft gekocht. We hebben niet zoveel gekocht. Maar ik ben in de week al ontdekking. Sam is in de week al gaan shoppen. Ik ben nog niet geweest, maar ik haat solden echt zo hard. Ja, oh, dat is zo onoverzichtelijk. Ja, er is echt heel veel rommel. Je hebt geen overzicht over dingen. Dus ik doe dat echt niet graag. Als, er zo, als ik zoiets zie, dan denk ik, oké, dat pak ik snel mee. Maar ja, ik kan mijn tijd er niet in steken om zo alles af te gaan, om echt te zoeken. Heel vaak de dingen die ik dan mooi vind, zijn niet eens in solde. Ja, inderdaad. Want mijn jeansbroek is niet in solde. En mijn juwelen zijn ook niet in solde. En mijn roze BH is ook niet in solde. Dus ja, zo heel veel solde heb ik niet eens gekocht. Maar oké, dat was dus onze shopping haul. De volgende poll die we erop hebben gezet is als we de kerstboom en de kerstversiering moeten wegdoen. Of als we die nog een week moeten laten staan. En tot nu toe, maar het is nog maar 10 minuten geleden, zegt iedereen dat we nog moeten wachten. En ik wou die eigenlijk vandaag afbreken. Dus dat sukt wel. Want dan moet ik nog wachten. Allee, dat is gezellig, hè. Maar ja, ik gezellig, had zoiets ja. Nu vandaag van, oké, het is voorbij en we gaan het wegdoen. Maar nu gaat die dus waarschijnlijk nog blijven staan. We zullen het zien binnen nog 20 minuten. Ik ga een half uurtje wachten. Ja. Dus, let's see. Dit is armbandje, de cuff, waarop staat Stay Wild. Dan dit armbandje met Luck. Deze choker en de sterretjes choker. Oké, de poll is duidelijk. We moeten de kerstboom laten staan. Hè? Yep. De stand is 44 zegt Yup, it's time. 44%. En 56% zegt nee, wacht nog wat. Is niet. Ja, het is nog close, hè, man. Het is nog close. Maar ja, de meerderheid wint. En we zijn ondertussen al 3 uur later, dus. Ja.
geen kerstboom afbreken, dus. Oh, en ik wou dat net echt vandaag doen. Zeg, dus daar gaat mijn dingen. Dat is toch niet erg, is toch gezellig? Ja, dat is niet erg en dat is gezellig. Maar ik had er nu vanavond even tijd voor, dus ah, ja. Zo, ja. Ja. Gilles was net hier, die is nu naar huis. Heb ik niet gefilmd. Maar die kwam nog dingen ophalen van bij nieuwjaar. Ja. Die heeft hier even gezeten. En nu zijn wij keer op keer aan het spelen. Once again, we hebben al één spelletje gespeeld. En Sam was gewonnen met 1 punt. En nu hoop ik dat ik ga winnen deze ronde. We hebben dat spel leren kennen door Jolien en Jan. Ik heb dat misschien al gezegd. Ik vind dat echt fijn. Mag jij ook wel, hè? Ja, dat is leuk. Dat is echt leuk. Ja. En we zijn nog altijd Friends aan het kijken. Maar ik denk dat we in het laatste seizoen zitten. Ik heb alles al ooit gezien, maar Sam niet. We moeten terug bij seizoen 1 beginnen. Weer al? Weer al. Maar we zijn wel aan seizoen 5 of zo ergens begonnen. Maar ik heb alles al 2 of 3 keren gezien. Maar Sam nog niet. Ik ken elke aflevering al bijna van buiten. Poh. Dan zeg ik tegen Sam, weet je wat er nu gaat gebeuren? Oh, dit is toch grappig. Ja. That's me. Ja, ik heb ook al heel veel gezien hoor. Maar... Ja? Ja, ja. Maar niet de oude, de vroegere dingen niet. Dat wel, ik heb trouwens een van mijn nieuwe kettingjes aan. Amai, ik heb zo'n gat in mijn keel. Hé, ziet je dat? Dit zo. Eeuw. Eeuw. Alleszins, ik heb deze met de sterretjes aan van Le Sœur. En ik heb een ketting met mijn naam aan. Van Be by Magali. Maar ik zal links onder in de beschrijving zetten. Dan kunnen jullie dat terugvinden. Ik denk ook dat we hier de vlog gaan afsluiten. Denk je. Want er is niks interessant meer. Ik ga gewoon nog spelletjes spelen. En dan slapen. Ik heb thee gemaakt. Dus that's what we are gonna do. Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog. Dus zeker. Thumbs up, hè. En wij zien jullie morgen.